Dag Olivier. We zitten hier vandaag voor een nieuwe opname van de Unfolding Podcast. En ik heb er bewust voor gekozen om geen mensen voor te stellen, maar om ze hun eigen te laten voorstellen. En dan vooral niet de standaard, ik ben mijn naam, mijn beroep, mijn leeftijd. Dat kunnen we op het internet allemaal vinden als we dat willen weten over de mensen. Mm-hmm. Dus bij deze, wie is Olivier Goetgeluck? Wie is Olivier Goetgeluck? Ik probeer dat eigenlijk zelf open te houden. Mm-hmm. Ik denk dat dat een beetje de essentie is van al mijn werk, is dat ik mezelf niet definieer. Van ik doe van alles, ik werk met beweging, met het lichaam, met verschillende mensen vanuit alle diverse contexten in deze wereld die interesse hebben in de connectie tussen emoties, lichaam, bewustzijn. Maar mm-hmm. Ik denk dat ik vooral iemand ben die zoekt en die probeert te vinden. Mm-hmm. Ja, dat is misschien een eerlijke introductie. Voilà, dat is het belangrijkste, dat is het enige wat we nodig hebben. Dat is eerder een vraag en een zoektocht. Voilà. Als ik dan ineens daarop inpik, waar ben je naar op zoek of hoe ben je gekomen tot op het punt? Waar ben je beginnen zoeken? Of wat is die zoektocht voor jou? Ik denk een van mijn eerste bewuste vragen was wie heeft er al eens onderzocht wat een goede manier is om te leven. Mm. En dat was gestart toen ik zelf in mijn studies via Erasmus in een andere omgeving kwam, in Lissabon in Portugal. Mm-hmm. Plots in een omgeving waar ik uit mijn typische sportman 4-5 keer in de week trainen, mm. twee wedstrijden in het weekend, plots in een omgeving werd getrokken waar alles wegviel van structuur. Mm-hmm. Waar dat de mensen trager leefden. Okay. Waar dat de mensen bon dia zeiden op straat in de plaats van weg te kijken. Mm-hmm. En toen ben ik, denk ik, beginnen nadenken van waarom leefde ik hoe dat ik voordien leefde, mm-hmm. In die een bepaalde structuur. Zijn er ook andere manieren? Blijkbaar wel. En wie heeft er al eens naar gekeken? Wie heeft dat diepgaand onderzocht? En dan kwam ik vrij snel in de Griekse filosofie initieel, mm-hmm. in stoïcisme terecht. Dus ja... Ik ben uw vraag ondertussen al vergeten, maar dat is waar ik terecht kwam. Waar je zoekende zijn inderdaad. Ja, ja. Dus dat was een van mijn eerste vragen die ik zelf had. En wanneer was dat ongeveer? Als we terugkijken in uw leven. Dat was denk ik 14 jaar geleden zoiets. Ja. En toen ben ik echt, als ik terugkijk en inzoom, gestart aan wat ik mijn echte opleiding noem, is een soort van zoektocht vanuit een autodidacte manier van wat boeit mij eigenlijk? Van, ik ben nu een flinke jongen geworden. Ik heb gedaan wat er verwacht werd. Ik heb bijna mijn masterdiploma. I did my job. Ja. Maar er was iets intuïtiefs dat aan het lonken was, aan het roepen was. Of aan het fluisteren was. En ik ben dat toen beginnen volgen, doordat die structuur helemaal wegviel. Ja, oké. En ik heb nu er juist, voordat we aan de podcast bezig waren, gehoord dat je... eigenlijk een opleiding gevolgd te boeken die dat niet met beweging of met gezondheid of met welzijn te maken heeft. Als ik het zojuist versta, dan heb je eigenlijk vooral... Het was TEW dat je gestudeerd hebt, hè? Ja. Yes. Dan heb je dat eigenlijk vooral gedaan om verwachtingen van anderen te voldoen. Ja, ik was de eerste in de familie die naar de universiteit ging. Dus daar voelde ik ook wel een soort van... Ik moet dat goed doen, ik moet dat afwerken. Ja. En ik kon dat ook wel. Mm-hmm. Maar op den duur, op het einde van die opleiding, merkte ik wel van... Ik wil eigenlijk helemaal geen manager worden. En ik wil helemaal niet 5 dagen in de week aan een computerscherm zitten. En ik wil ook niet zitten heel de tijd. Dus ik heb wel even geprobeerd om bij een business development bureau gewoon gratis even te gaan werken via een stage. Mm-hmm. Maar toen ben ik ook mijn ander bedrijf gestart rustig aan. Ik besefte daarvan... Ik kan dit niet. Ik kan niet met een koptelefoon aan een bureau in de zone zitten. Het is misschien een sunk cost van dat diploma te halen, maar ik geef het op. Ik word terug een 0 en ik start in een totaal andere richting. Ik heb wel tools meegekregen om ondernemer te worden, maar ik voelde wel van oké, ik kan niet die lifestyle. Nee. Dat is niet voor mij. Nee, voilà. Het is nooit niks verloren. Hè. Allee, dat vind ik zelf ook. Ik heb er wel wat rebellie tegen gehad in de tijd, maar ik zie het nu niet als een verloren periode of zo. Dat gaat die ook gewoon allemaal gediend hebben uiteindelijk. Hè. Ja, in uw en nu leven komt het ook terug, dus er is, voilà, er is een waarde. Yes, mooi. Dus je bent eigenlijk daar beginnen vragen stellen of beginnen zoeken naar hoe kan er optimaler geleefd worden. Heeft dat dan voor u ook te maken met gezondheid als in het voorkomen van ziekte bijvoorbeeld? Iets wat dat bijvoorbeeld bij mij een heel belangrijk onderdeel van mijn zoektocht was. Was het eerst van oké, kan het zijn... Hoort het dat wij ziek worden, dat wij gezondheidsproblemen, fysieke, mentaal, emotionele klachten, hoort dat bij wat dat wij als mens zijn of mensen leven? Dus dat was voor mij een heel belangrijke insteek naar van oké, hoe kan het anders, hoe kan het beter, hoe kan ik zelf meer verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven en mijn gezondheid en functioneren te gaan opnemen? Was dat bij u ook die insteek of was dat... Initieel niet. Ja. Initieel was er niet zoveel bewustzijn in die richting die ik wou ingaan. Het was meer een soort van performance richting, want ik wou echt testen. Ja. Wat kan ik doen met mijn eigen lichaam? Hoe ver kan ik het pushen en hoe ver kan ik anderen helpen die dat zichzelf willen pushen? In bijvoorbeeld met profatleten of mensen die dat in de gym wouden komen testen. Dus ik ben daar ver in gegaan. Ik kon handstanden en chin-ups en splits en al die dingen. Daar heb ik een tijd diepgaand aan gewerkt, meerdere uren per dag. Totdat ik door had, totdat ik in een meditatieretreat in Maleisië terechtkwam en doordat van wat ben ik eigenlijk aan het doen? Waarom doe ik dit? Ja. Waarom moet ik zoveel uren per dag? Wat probeer ik te bewijzen ook aan wie? En door die stilte daar van 2 weken gewoon op de grond te zitten en te liggen, had ik plots door van ik ben hier iets aan het doen. Bijna op automatic pilot. Maar zoals dat jij ook soms zegt, het diende me niet meer omdat ik door had wat ik daarmee aan het dienen was. Ik was een panzer aan het bouwen. Ik was een citadel rond mezelf aan het bouwen. En vanaf dat ik dat door had, kon ik dat eigenlijk niet meer lang blijven doen, want ik was heel snel gedemotiveerd om terug in die oude vormen van trainen en proving myself terug te gaan. Dus denk, na een tijd, dat is niet direct geweest, maar voelde ik van ik wil eigenlijk mijn lijf opgeven. Ik wil weg van dat... Ik zeg er als een halve gymnast dat. Ik wil dat flushen. Ja. En ik wil dieper. En dan komen er andere manieren of andere wegen of andere drijfveren. Dus ook weer, dat is eigenlijk een, als ik het zo goed verstaan, dat is toch wel een ingrijpend kantelpunt geweest dan die stilte retreat in Maleisië, wat je juist vertelde, ten opzichte van waar je op die moment mee bezig was en eigenlijk waar dat je de persoon dat je nadien geworden bent uiteindelijk dan. Ja, ik denk er nog vaak aan terug en ik beoefen nog sommige van de dingen die ik daar heb geleerd. Wat ik daar vooral heb uitgehaald is de stilte. Delen, is het toelaten van stilte, zeker in het moderne. Ik kwam toen van die retreat, was in een soort van in een forest tussen de Timon en de Pumbas. Zalig. En ik kwam dan terug in Kuala Lumpur en ik zat in die stad en ik werd helemaal zenuwachtig van de Starbucks. En dus ik voelde vanuit de rust, van 2 weken door te brengen in de rust, terugkerend naar een soort van rusteloosheid in de stad, die ritmiek klopte niet meer voor mij. Ja. Dus die practices hebben mij wel ook veel gevoeliger gemaakt, kunnen zeggen. Dus het is moeilijker voor mij om in hele drukke omgevingen lang tijd door te brengen. Ja. Maar ik heb toen wel doorgehad van ik ben hier volgens een constitutie aan het leven die niet de mijne is. En ik werd ook af en toe ziek van, ik kreeg veel vallingen en zo. Ik kreeg meerdere signalen van mijn lichaam. En dat luisteren naar die signalen die mijn lichaam geeft, dat is uiteindelijk ook een groot deel van mijn werk nu. Om mezelf daarin eerlijk te houden, maar ook in anderen te begeleiden om die signalen terug te leren horen. Wanneer je eigenlijk bent geconditioneerd om eerder te overriden, zeker bij sporters of mensen in hun dagelijks leven die van 's morgens tot 's avonds gaan werken, wanneer pakte de tijd of hoe pakte de connectie terug op als je het een tijd een beetje opzij hebt geschoven. Ja, of monddood gemaakt hebt. Ja, zoiets. En gelijk dat ik daarnaast ook zei, ik stel mezelf heel vaak die vraag en dat is iets wat ik veel mensen aanmoedig om dat te doen. Dient u dat? Wat dat je doet, wat dat je denkt, wat dat je voelt, wat dat je wel of niet doet, dient u dat? Omdat uiteindelijk... Ja, daar waar je naartoe wilt in je leven, de bepaalde dingen dat je wilt bereiken of de persoon die dat je wilt zijn, dat is voor mij nog veel belangrijker, want ik ben heel erg actief bezig nu met mezelf ook en andere mensen daarin te coachen, ook om je eigen los te koppelen van de resultaten. Het gaat uiteindelijk, naar mijn persoonlijke mening, gaat het over wat dat we kunnen ervaren in deze leven. En als het een mooie ervaring is en het resultaat is niet wat dat je verwacht had, dan neemt dat niet weg dat het een mooie ervaring was. En dan bepaalt dat ook niet of dat je beter of slechter of goed of niet goed genoeg bent, omdat misschien het resultaat niet was wat dat je verwachtte. Mm-hmm. Maar dan neemt niet weg dat het misschien wel een prachtige ervaring kan geweest zijn, omdat een journey, de weg daar naartoe, misschien echt prachtig kan geweest zijn. Ik heb nog geen ervaring met wat dat je doet. Ik zei het juist ook nog, ik wil heel graag eens een keer komen meedoen. Maar als je... Ik ga nu daar het woord gewoon over geven. Op wat voor een reis neem jij mensen mee? Ik denk vooral aan zelfontdekking. Dus voor mij, ik zie het lichaam als een soort van deur, waarbij dat je via beweging, via bepaalde houdingen, via bepaalde spelsituaties inzicht kunt krijgen in wie dat je bent, hoe dat je jezelf gedraagt, hoe dat je misschien zelf bepaald gedrag in gang houdt, dat je dezelfde constante situaties teruggeeft die dat je eigenlijk zou willen vermijden. Dus een soort van zelfverantwoordelijkheid die kan groeien door via het lichaam te leren inchecken met jezelf. Mm-hmm. En ook daardoor te beginnen inzien van welke verhalen, welke geloofsovertuigingen herhaalt je constant, voed je constant met je aandacht, voed je met de manier waarop dat je jezelf houdt tijdens de dag. En op die manier een opening creëren. Dus ik denk, mijn werk is vooral begeleiden in shifts, begeleiden in kleine, frequente openingen, waardoor dat wie dat jij bent, net zoals in het begin van dit interview, wie dat jij bent wordt meer een vraag om te onderzoeken gaandeweg in de plaats van een antwoord dat fixt is. Mm-hmm. En ja, mensen die daarvoor openstaan, die hebben vaak intern al een beslissing genomen. Mm-hmm. En die zijn klaar om een andere relatie tot zichzelf, tot hun zelfidentiteit, tot hun lichaam aan te gaan. Hm. En dan zijn er heel veel tools. En die tools variëren per persoon. Ja. Maar het gaat vooral over iemand die klaar is om op te geven van ik ben dat. Mm-hmm. En klaar is om te onderzoeken oké, ik heb nu van alles gedaan al tot nu toe. Ik heb mijn eigen misschien vaak gedefinieerd of laten definiëren door van waar ik kom, qua waar dat mijn ouders vandaan komen en hun ouders vandaan komen. Mm-hmm. En in welke cultuur. Ik ben een Vlaming. Wat wil dat zeggen, een Vlaming? Mm-hmm. Heeft dat werkelijk betekenis of is dat gewoon iets dat ik zeg? Oh. En daarachter beginnen kijken. En dan komt eerder in een omgeving, en dat vinden mensen moeilijk, daar kunnen niks vastpakken. Mm-hmm. Ik zelf ben daar eerder een soort van een frequentie of een bepaalde... Ik ben hier, maar ik ben geen bullet point list. Ik ben geen cv. Ik ben geen... En in de stilte vind je dan rust of vind je vaak antwoorden. En dat is iets dat moeilijker is in natuurlijk een maatschappij waar je bent opgeleid vanuit... Je hebt een probleem en je krijgt oplossingen of je krijgt een curriculum en je volgt dat en dan krijg je er punten op en dan Mm-hmm. Dus dit is eerder een weg vanuit de stilte, een weg vanuit de onwetendheid, maar ook, zoals een van de kids die ik coach tegen mij zei, die zei, trust the unforeseen. Je hebt vertrouwen in het onbekende en je wilt daar eerder ingaan. Oh. En het openende van het onbekende dan het comfort van het zeker. Omdat de mensen die beslissen het is tijd, zijn vaak degenen die zich in een comfort dat ze hebben opgebouwd, zichzelf oncomfortabel zijn beginnen voelen. Mm-hmm. Mm-hmm. En dan is het tijd om iets te gaan kijken of te kijken in de dirty mirror, zeg ik soms. Van, wat zit er in die spiegel en wat zegt je? Ja, en wat zeg je zelf dan? Dus, ja. Voilà. Ik vind het heel intrigerend wat je vertelt, omdat uiteindelijk wat wij met unfolding doen, en dan onder andere een stuk via de adem ook, is ook naar die gedachten, naar ook die emoties, die geloofsovertuigingen, om op een manier inderdaad ook... Eigenlijk is het ook weer om stilte te gaan creëren. Mm-hmm. We gaan onder andere met een adem of door bepaalde coachinggesprekken te voeren en vragen te stellen, gaat de stilte wordt altijd ingevuld, dat weet jij ook. En als we ze niet bewust invullen, dan vullen we ze onbewust in. En als we een vraag stellen en we laten stilte vallen, dan gaat er altijd een antwoord komen. En dat vind ik heel interessant en heel intrigerend, ook gelijk dat je er juist ook zelf zei. En dat zeg ik zelf tegen de mensen ook altijd, ervaar ik constant. We hebben al onze antwoorden zelf. We hebben Ik wil niet per se altijd over problemen spreken, maar gelijk dat je het juist omschreef, vond ik heel mooi van, je bent discomfort aan het krijgen in het comfort dat je gecreëerd hebt. Mm-hmm. In dat wat dat je leven geworden is. En dat kan positief of negatief zijn. Daar heeft het zelfs nog niet per se iets mee te maken, maar je ervaart, er is meer. Ja. Er is meer voor mij, of er is iets dat ik mis nu, of wat dat ik niet ingevuld krijg, of met bepaalde prestaties krijg ik toch niet die erkenning, of voel ik mij toch niet goed. Dus er is inderdaad meer. En van daaruit ben ik zelf ook beginnen zoeken. En ik noem mezelf nu niet meer zoekende, maar ik noem mezelf... De woorden dat ik meer gebruik is, ik herinner mezelf, of ik help mezelf herinneren, en ik help ook mensen zichzelf te herinneren. Mm-hmm. Te herinneren waarvoor dat je 's morgens uit je bed komt. Met welk gevoel, of wanneer dat je tevreden bent als je 's avonds in je bed kruipt. Wat dat je een dag kan maken. Dat zijn vragen waar dat heel weinig mensen dan bij stilstaan. Ik in het verleden ook helemaal niet. Maar op het moment dat je daar antwoorden op krijgt, en dat weet jij zelf ook goed genoeg, is dat alsof dat de hemel open gaat en leer echt iets bij over je eigen. En begint ook voor mij een stukje de essentie van het leven, wat meer, niet dat het vatbaar moet worden of tastbaar moet zijn, maar voor mij de essentie van mijn leven, ja, als ik elke dag met plezier uit mijn bed stap om iets te kunnen doen wat ik graag doe, wat dat mij vervulling geeft, wat dat mij geluk en plezier geeft, ja, dat maakt mijn leven gewoon mooier. Mm-hmm. En dat is hetgeen uiteindelijk wat ik juist zei, omdat je dat zelf ook met de geloofsovertuiging en zo, ja, maar we zitten zo in het comfort, maar eigenlijk is dat een gigantisch discomfort. Want dat is eigenlijk niet... Wat is comfort eigenlijk? Comfort wil voor mij zeggen... Wat is comfort voor u? Ja, ik moet het eigenlijk niet proberen te definiëren. Voor mij is het enigste comfort dat ik heb gevonden is stilte. Mm-hmm. Innerlijke stilte. Mm-hmm. Ja, en wat ik heb gezien of voorgesteld gekregen is vals comfort. Mm-hmm. Die is een soort van... Ik had ooit een ondernemerscoach, de Jan, die noemde dat het kleine voordeel. Het voordeel van een bepaald loon of een bepaalde auto of een bepaalde leefomgeving, een huis. En dat was iemand die werkte met mensen die heel veel verdienden of heel veel van die kleine voordelen hadden verzameld. Maar die werkte in de diepte met die mensen en die zei ook van... Daar zie ik niet veel geluk, daar zie ik heel veel terugkerende problemen en zoveel... hebben en verslaafd geraken aan dat wat ze hebben en dat willen beschermen. Dus voor mij blijft er niet veel... Dat is het voordeel en het nadeel aan al dit werk, denk ik, is er blijft weinig over wat dat essentieel is. Mm-hmm. Er is natuur, er is vriendschap, er is de zon, er is surfen bijvoorbeeld. Ja. Dat is wel iets waar ik mij aan waag tegenwoordig. Mm-hmm. Maar er blijft weinig... over wat werkelijk comfort kan brengen, tenzij tijdelijk. En voor mij is dat de stilte, is denk ik toen die ontmoeting in Maleisië met lange termijn, 2 weken, meerdere uren per dag en 's morgens op die gong gaan slagen om iedereen wakker te maken, in de stilte gaan zitten. Ja. Dat was voor mij een eerste leraar van stop. En dat is een van mijn grootste tools. Nu is een stop leren creëren. En de kunst van een stop te leren creëren, wanneer je verslaafd bent, ook aan een bepaalde ritmiek van een leefomgeving, een samenleving die dat ziekmakend is, letterlijk. Mm-hmm. Het ritme is het probleem. Ik had 2 weken geleden een meeting met een HR-manager, Connie, die dat meer dan 40 jaar heeft gedaan. Mm-hmm. En ik vroeg haar, wat is de oorzaak van burn-out? Nu, na min of meer het einde van uw carrière, wat heb jij gezien? En die zei, de tijdsgeest. Mm-hmm. Het ritme van deze tijd. Alles moet vol, kinderen moeten 3 hobby's doen, beide partners moeten gaan werken. Ja. Alles is push en dat is hetzelfde wat ik zag bij de atleten in mijn vorig werk, kunnen zeggen, of ik werk er nog altijd, maar is de performance mindstate is nu een soort van widespread over heel de maatschappij. Iedereen zit constant in die staat die ik initieel enkel zag bij de atleten, of bij de CEO's en de managers waarmee ik werkte, en is die push van... altijd alert zijn, altijd winnen en verliezen. Nu zitten heel veel mensen daar constant in. Ja. En daarin een stop leren creëren of durven creëren is vaak gevaarlijk, voelt gevaarlijk. Mm-hmm. Dus dat is op zich... Je kunt niet plots stoppen. Net als met roken bijvoorbeeld. Bij de meeste mensen is dat iets gestaags. Mm-hmm. Dus hoe kun je je zenuwstelsel overtuigen dat het veilig is om te vertragen. En dan kan die stilte een fontein worden, een bron worden. Mm-hmm. Ja, mooi. Vorige zomer, 2 jaar geleden, heb ik een Vision Quest meegedaan ook. Een Vision Quest is een retreat van 10 dagen, een shamanistisch ritueel, waarbij je klaargestoomd wordt ook om eigenlijk in die 10 dagen, 4 dagen en 4 nachten, alleen op een plaats in de natuur te gaan doorbrengen. En uiteindelijk ook weer, wat kom je daar tegen? Stilte. Je komt je eigen tegen in de stilte, je komt de natuur tegen in de stilte, je komt de dieren en de geluiden van de natuur tegen in de stilte, je komt de nacht tegen in de natuur. En eigenlijk is op het moment daar, ik zei het er juist ook, ik ben ook heel lang zoekende geweest. En eigenlijk, ik ging daar ook naartoe met van, er gaat hier iets groots. Ik ga hier een enorme ervaring meemaken. En uiteindelijk, het moment dat ik mijn spot had gekregen, dan zijn we die ook gaan bezoeken. En kwam ik op die plaats eigenlijk. Het was een prachtige plaats, met een klein riviertje erdoor, met een uitzicht op een grasveld tussen de bomen, en een wind die dat daar zachtjes doorstroomde. Dat was echt een prachtige omgeving. En eigenlijk het enige dat er gebeurde is, ik zakte op een goede manier door mijn benen. En het enige dat er binnenkwam is van, je mocht stoppen met zoeken, want alles is er al. Je hebt je eigen teruggevonden. En dat is gewoon dat is het enige wat er op die moment binnenkwam. En ik heb die 4 dagen en die 4 nachten, ik heb daar gewoon enorm genoten. Mm-hmm. Maar ik ging daar ook naartoe met een overtuiging van, er moet hier iets dramatisch gebeuren, ik moet hier ergens monsters van mezelf gaan tegenkomen. En eigenlijk gewoon in die stilte inderdaad heb ik ook gewoon het antwoord gekregen van, stop maar met zoeken, want alles is er al. Mm-hmm. En dat is iets wat hoe langer hoe meer duidelijkheid of helderheid begint te krijgen voor mij. Want dat is inderdaad dat veel mensen zeggen, ja, maar alles is er al in het moment hier en nu. En, ja, dat is heel buzzword. Ja, voilà, inderdaad. En daar ook weer merk ik zelf van, oké, als ik daarvan toen, en dat is nog maar 1,5 jaar geleden, nu op terugkijk, toen besefte ik ook niet waar dat over ging. Maar ik heb dat wel echt gevoeld. En dat was voor mij weer al een heel grote verandering. En eigenlijk komt het daar voor mij voor een heel groot stuk op neer. En daarom intrigeert uw werk mij ook enorm, omdat het gaat over, wat ik er juist in het begin ook zei, die ervaring. Het gaat over dat gevoel. En dus hoe kun je dan iets gaan laten voelen? Of iets herinneren dat je lang niet meer gevoeld hebt, of misschien nog nooit gevoeld hebt. Ik heb zelf daar rust gevonden. En die rust was voor mij, bewust kon ik mij niet herinneren dat ik zo'n rust gevoeld heb. Inderdaad, gelijk dan gezegd, die veiligheid. Want een zenuwstelsel dat zich niet veilig voelt, ja, moet vechten of vluchten, moet overleven, moet zichzelf nuttig tussen aanhalingstekens gaan bezighouden, moet altijd wel iets doen. Want ja, als je stilstaat, waar staan er dan voor? Wat zit er dan nog waard? Ja, wie ben ik als ik niks doe? Wie ben ik als ik stil zit? En daarom, ik werk eigenlijk met de 2 tools die het moeilijkste te verkopen zijn in deze maatschappij, waar stilte is en spel. Mm-hmm. Stilte is niet efficiënt, want er gebeurt niks, er wordt niks bereikt. Spel is nutteloos. Mm-hmm. Met nutteloos gaat er niet komen, dan komt er geen geld binnen. Dus voor mij zijn die 2 tools ook, en dat is misschien mijn neiging van een beetje een contraire te zijn af en toe, is ik ga graag, als iedereen naar links gaat, ga ik graag naar rechts. Mm-hmm. Zowel om andere dingen te zien, maar ook om te zien van vanuit de verte te kunnen zien wat gebeurt er als je naar links gaat. En daar zie ik dat er vanuit mijn werk, vanuit mijn eigen ervaring, dat is niet het pad dat mij zal voeden op de lange termijn. Dus er is een bepaalde traagheid die dat ik mezelf heb veroorloofd om de dingen aan te pakken. Om ruimte te behouden, om vanuit een persoonlijk integere of eerlijke manier mijn werk te proberen doen of te delen, te verkopen waarin dat ik geloof, te zoeken naar een manier van communicatie die dat eerlijk is voor mij, maar die tegelijkertijd ook begrijpbaar is. En dat is nog altijd een challenge, en daar doet er juist ook over hoe communiceert je iets. Dat, als het gaat over ervaring, als je het in de metafoor steekt van dat iets meer de rechter hersenhelft, de rechter hemisfeer zou zijn, een soort van poëtische manier van de werkelijkheid ervaren. Hoe vertaalt je die ervaring waar je meer en meer mensen naartoe wilt brengen? Want het is er gewoon zachter en aangenamer en leuker naar mensen die dat in een maatschappij leven of een dagdagelijkse werkritmiek zitten, die meer misschien left brain is. Dat is een communicatie challenge, een vertaalslag naar als je daar zit, dan gaat het dat en dat en dat minder voelen, dan ga je dichter bij jezelf kunnen voelen wat dat je intern kompas tegen je zal zeggen. Je intuïtie leeft daar. Maar dan wordt de vraag van, ja, maar wat doet dat voor mij? Wat ga ik daaruit halen? En dat is vaak, wat ga ik daaruit halen? Wat gaat mij dat teruggeven? Wat is de return on investment van stilzitten, kunnen zeggen? Wat is dat voor u, Olivier? De return on investment. Ik kan de vraag anders stellen, want ik vind dat... Die woorden resoneren, dus ik zou die vraag nooit niet stellen. Ja. Ik snap heel goed wat je wilt zeggen, maar wat geeft u dat dan? Rust. U persoonlijk. Vaak een soort van diepe interne lach van... what the fuck zijn wij allemaal aan het doen? Of wat nemen wij zo serieus? En hoe kunnen mensen dat ook zo zeker de... Geen judgment, maar sommigen die al te diep vanuit NLP dingen proberen soms communiceren... Daar word ik heel zenuwachtig van, omdat die kunnen de meest banale of kleinste elementen van ons werkleven bijvoorbeeld zo uitvergroten, dat als ik dan terugga naar de stilte en ik reflecteer terug wat dat mij zenuwachtig had gemaakt tijdens een dag, of mij een gevoel had gegeven dat ik minder was dan degene die daar in zijn suits op een bepaalde intonatie kwam zeggen wat dat er zo belangrijk was... Een soort van kosmisch gelach treedt binnen in mijn zijn. Een diepgaande rust. Het is alsof ik in de batterij terechtkom. De tijd verandert. Mijn perceptie van tijd verandert. Dus ja, dat is een leuke plek om te zijn. En om naar terug te keren. En om ook op te wekken tijdens de dag. Meer en meer merk ik dat die staten die ik vind in traag bewegen, meditatief bewegen, kun je zeggen, of stilte practices, dat die zich beginnen embedden in mijn dag. Dat die mij minder loslaten, dat ik die minder verlies. Ja. En in het begin was het eerder van, dagelijks leven maakt mij gestrest, ik ga bijdenken in mijn sitting practice, en dan ga ik terug. Nu merk ik dat ik beter en beter kan bewaren wat ik daar voed, dat die kwaliteiten zich beginnen zetten in mijn lijf. En dat is voor mij het waardevolle. Ik geloof vanuit de beoefening in menselijke verandering of verdieping of transformatie. Niet vanuit een plots was het daar, maar meer dagelijks kleine shifts en inzichten. Ja, het constante toepassen en het voeden ook weer van eigenlijk die persoon of dat leven waar dat je naartoe wilt. Ja. Waarom stel ik die vraag? Omdat ik vind eigenlijk dat je het perfect verwoordt. Dus ik zou u adviseren om het niet meer te proberen te verkopen, maar gewoon vanuit je eigen ervaring te gaan delen wat dat je doet. Voor mij is het heel tastbaar, is het heel duidelijk wat dat je doet. Nu nog duidelijker dan voordat je het uitlegde op die manier. Want ook weer daar, wat je er juist ook zei, van, eigenlijk wordt er verwacht van ons dat wij verkopen wat dat wij doen. Maar hoeven wij iets te verkopen? Wij hoeven ook helemaal niks te verkopen, gelijk dat je zelf ook zei. Wat ik heel opvallend vind, herken ik ook heel veel, dat wij ons zo serieus nemen. Heel veel mensen nemen zich zo serieus. En eigenlijk is het leven... Is het zo serieus? Horen wij het zo serieus te nemen, dat leven? Of, wat je er juist ook zei, die glimlach, dat eigenlijk dat speelse. Daar wil ik het vooral even naar koppelen, hè, want je sprak er juist ook over. Even het vertragen en ook het spelen, de speelse factor. Ik was dat volledig verleerd. Ik was dat volledig vergeten, eigenlijk de spelfactor in het leven. Ik heb altijd heel veel gesport en gestudeerd en van alles en nog wat. En ik nam mijn eigen ook zo serieus. Want ja, we waren dan volwassen en dan moeten toch geld verdienen en een leven gaan opbouwen en een toekomst gaan creëren. En de maatschappij, en ik heb dat eigenlijk gewoon zelf gedaan, doordat ik mij heb laten voeden door de maatschappij. Maar je krijgt daar niks voor terug voor je serieus te nemen. En voor je eigen... Voor eigenlijk is af en toe goed met je eigen te lachen. Mijn ervaring, krijg je heel veel terug. Dus van daaruit, misschien is de link naar het speelse. Je zei er juist ook, het speelse daarin te brengen. Dat een groot stuk van je werk is. Dus hoe ben je daarop opgekomen? Hoe integreer je dat voor je eigen, naar coachings, naar je eigen leven? Mijn grootste inspiratie om spel zo'n groot element te maken in mijn werk is Fighting Monkey Practice. Dat zijn 2 leraars waar ik denk een 7-tal jaar bij gestudeerd heb, kun je zeggen. Studeren vanuit spelen. Ja. De beste manier om te leren voor ons brein. En Fighting Monkey kun je een beetje dissecteren als Fighting the Monkey Mind. Dus de monkeys in ons hoofd, onze interne demonen, maar ook eventueel kunnen zeggen onze vastgeroeste manier van ons te gedragen op die en die manier. En voor mij is spel in die zin een soort van studie van ons gedrag. Dus in spel, of, dat is bij de Soefies had je de idioot Mullah Nasruddin, die zei van serieuze dingen kun je zeggen via lachwekkende dingen, of kun je zeggen via spel. Dus als ik tegen u zeg van, ja, als ik dat zeg, dan word je nogal defensief. Je gaat meer defensief worden waarschijnlijk als ik u meteen daarop trigger. Maar via het spel kan ik triggers creëren waarin dat mensen hun gedrag opkomt. En door de regels van het spel te veranderen, kan ik specifiek iets dieper gaan in die en die richting. Of kan ik mensen koppelen met elkaar die daar in het dagelijks leven misschien totaal niet in communicatie zouden gaan. En kan ik daar dan nog die trigger een beetje invoegen? Maar ik ga niet zeggen wat ik zie. Ik ga de observatie van een persoon niet oordelend gieten in het potje van mijn games. En games kunnen momenten zijn waarbij dat er vanuit contact wordt gewerkt. Een soort van worstel geïnspireerde body-body games noemen we dat. Of werken met bepaalde tools. Je hebt mij misschien al eens gezien met zo'n balkje en een touwtje eraan. Ja. Dat kun je onder andere bezien als hoe gaat je om met de triggers die op je afkomen in je dagelijks leven. Dus ik creëer vanuit de metafoor in ons dagelijks leven en in ons gedrag, creëer ik spelsituaties, zodat we ons dagelijkse gedrag kunnen beginnen morfen, kunnen beginnen herkneden vanuit de simulatieomgeving van het spel. En in het spel krijg je de kans om vanuit een soort van open atelier te oefenen hoe dat je wilt. Want ooit is dat gedrag gestart, misschien vanuit noodzaak, misschien vanuit een keuze met de kennis die je toen had. Dus dat was ooit een tactiek die je hebt gebruikt voor het spel van het leven. Ja. Maar op den duur zijn je vergeten dat je dat ooit hebt beslist. Op den duur zijn je vergeten dat dat ooit nodig was, maar dat, een beetje zoals Gabor Mate zegt, van the trigger is not the gun. De gun is daar niet meer, maar het gedrag is er nog wel en die triggers zijn er nog wel dagelijks. Dus hoe kunnen we spel vanuit een zachte, speelse, soms lachwekkende manier gebruiken om inzicht te krijgen in hoe dat we ons op bepaalde manier gedragen. En op die manier een soort van fysieke en mentale resculpting beginnen doen. Maar niet vanuit de woorden, niet vanuit het intellect, maar vanuit actie, vanuit proberen. Vanuit bewegen eigenlijk. Ja. Oké. Mooi. Waardevol, hè? Ik geloof erin. Yeah. Ondanks al mijn intellectuele opleidingen enzovoort, merk ik dat ik uitkom bij stilte en spel als de meest echte tools om werkelijk tot integreerbare verandering te komen. Ik heb al mensen gehad die zeiden van intellectueel had ik het een plaats gegeven, maar dan merkte ik toch dat die plaats ook ergens in het lichaam zit en dat er dan via de beweging of via de stilte of via het spel toch iets opkomt en dat de notebook dan vrij snel vol zal staan. Maar dan is er een deur geopend die geïnternaliseerd was en die dan misschien een rigiditeit of een soort van chronische lichaamsspanning had teweeggebracht of misschien op den duur als andere symptomen had gecreëerd. En dat het lichaam en het spel en de stilte leren gebruiken als een poort tot ons onderbewustzijn, dat is iets wat ik heb gemerkt dat kan. En dat vaak een weg is die makkelijker wordt opgenomen dan als we het met de woorden doen. En misschien ook dieper kan gaan dan enkel de woorden. Want daar leven we al zo lang. Daar leven we al zo dominant. Ja. En we zijn uiteindelijk ook, ervaar ik zelf nog dagelijks ook, eigenlijk zijn we beperkt met ons vocabulaire, met onze woorden, om te proberen omschrijven dat wat we ervaren of dat we voelen. Er is zoveel meer dan wat we onder woorden kunnen brengen. En dus inderdaad, en dan merk ik zelf ook dat als wij breathwork gebruiken of als ik het zelf gebruik ook, dat het gaat om, eigenlijk wat ik daarnaast ook zei, voor mij gaat het om ervaring. En het moment dat je een ervaring meemaakt, gelijk dat je daarnaast zei, is het iets wat je eigen hebt aangeleerd. Meestal wel, om allerlei redenen. Meestal is het ook succesvol geweest. Hè. De tactieken waarom dat je gedrag of dingen in geïnstalleerd hebt, moet op een manier succesvol geweest zijn, want anders zou je het niet herhalen. In die context. In die context, inderdaad. Ja, voilà, als je je bedreigd voelt en je gaat heel agressief beginnen reageren en verbaal of fysiek agressief worden. En dat heeft u ooit geholpen om onder die bedreiging uit te geraken, ja, dan gaat dat blijven herhalen. En elke keer dat jij op een manier bedreigd voelt, ga jij verbaal of fysiek heel dominant worden, of ga je juist wegsteken, of ga je weglopen en vermijden. En je weet goed genoeg waarover dat ik spreek. Mm-hmm. We hebben zoveel gedragingen in zoveel verschillende contexten waar we geen idee van hebben. Mm-hmm. En wij gebruiken daar vaak de nadem voor en ook gewoon zelfwerk, zelfontdekking, spiegelwerk, schaduwwerk en dergelijke, om ook weer eigenlijk daar te gaan onderkijken. Ik probeer dat vaak met een tapijt te vergelijken. Dat is dat je juist zei, dat oppervlakkige, of dat bewuste tussen aanhalingstekens, dat wat het er is, dat zijn we gewoon. En het moment dat we eigenlijk zoiets onder het hoekje van het tapijt gaan kijken, dat we zoiets zeggen, oh, wat zit daar? En heel vaak gaan mensen daar ook van schrikken. Dan kijk ik zelf terug in het verleden naar mijn eigen ook. Soms komt het heel geregeld kunnen dingen tegenkomen die dat je eigenlijk niet zo graag hebt. Want anders hadden ze niet weggestoken. Of gelijk dat je er juist ook zijn, vasthouden in je lichaam. Mm-hmm. En uiteindelijk is het is ook maar gewoon energie dat wil bewegen. Wij zijn gewoon energetische wezens. Wij zijn, als het goed is, stroomt onze energie. En als het wat minder goed is, eigenlijk als we ons eigen beperken in ons zijn, dan stroomt de energie niet. Mm-hmm. En dan gaat je lichaam, je bewustzijn, je emoties, eender wat gaat tegen u communiceren, symptomen produceren. Mm-hmm. En vanuit mijn achtergrond met kinesiotherapie, wat pijn en een ontsteking en stijfheid en al die dingen, ja, dat werd daar heel biomechanisch naar gekeken en heel lokaal ook. Maar daartussen begrijp ik ook, dat is ook de reden waarom ik er mijn afstand van genomen heb van therapeuten zijn voor mensen, omdat dat met bepaalde verwachtingen gepaard gaat. Maar ik kan eigenlijk voor niemand niks oplossen. Mm-hmm. Dus het moment dat ik zelf dat inzicht kreeg, ergens vorig jaar, dat ik zoiets had van, ja, maar ik kan eigenlijk de mensen niet helpen. Ik kan de mensen faciliteren, ondersteunen, uitdagen in hun denken, in hun bewegen, in hun manier van zijn. En dan kunnen ze hun eigen gaan herinneren. En hoe dat wij het vaak omschrijven, de meer dat ik het even aanvul, want dat is perfect hoe dat het voor u ook aanslaat, dat hoor ik in je woorden. Het is gewoon het onzichtbare zichtbaar maken. Mm-hmm. En het moment dat het zichtbaar wordt, dan kun je er niet meer naast. Ja, of je kunt negeren met heel veel weerstand, maar ja, na een tijd... Dat is ook een reden waarom dat ik de laatste 6-7 jaar ben ik begonnen met mijn dromen elke ochtend op te schrijven. Mm-hmm. En dat is ook opnieuw een manier waarbij dat... Als je je dromen herinnert 's morgens, is het alsof dat je dagelijks een coach 's nachts hebt gehad die dat zegt van, dat gaat het toch een beetje anders moeten doen, daar hadden we mee moeten beginnen stoppen. Of dat pakt enorm veel energie. Mm-hmm. De manier waarop dat je daar hebt gereageerd tegen Katja, je vriendin, mm-hmm. Dat gaan we niet blijven doen. Okay. En dan als je dat negeert, dan komt die droom nog eens en dan komt er nachtmerrie kunnen zeggen en oké, misschien toch eens naar beginnen kijken. Mm. Dus ik geloof dat ons lichaam of wat dan ook constant probeert te helpen met de koers, met de manier waarop dat ik het aanpak. Dus ja, ik denk dat we, zoals dat je zegt, je kunt niet echt iemand helpen, want iedereen krijgt zijn eigen signalen al constant. Mm-hmm. En zo, ik heb ook een opleiding ook, gehad van iemand, vegetative training noemde dat, dus eigenlijk een beetje je vegetatieve systeem, je autonome zenuwstelsel dat zelf al spontaan wilt gaan bewegen of wilt loslaten. En na elke sessie dat ik bij hem volgde, bedankte ik hem van merci, hoe dat je mij hebt geholpen. En hij zei van, I did nothing, you did it. Mm-hmm. En dat was een voorbeeld van, wat doen we eigenlijk als we coachen? Ik heb dat ooit, dat woord de laatste maanden, zo wat co-aching genoemd, van ik stap mee in de pijn van iemand en ik sta ernaast. Mm-hmm. Of ik beleef het mee, zodat het misschien veiliger voelt voor die persoon. Mm-hmm. Maar dan is die persoon zelf die dat kan inzien. Oké, het gaat hierover. En ja, eigenlijk wist ik dat wel al. Mm-hmm. Maar niet op intellectueel niveau, op een ander niveau. Ja. Dus ja, nu dat ik op die manier beter begin te luisteren, meer begin in te zien in mezelf, waarover dat die pijntjes gaan, of die chronische nekpijn, of die onderrug die altijd vastzit als dat en dat gebeurt. Nu weet ik dat als ik die eerste signalen voel tijdens een dag, dat dat mijn beslissingen kan richting geven. Mm. Dus ik heb eigenlijk een soort van een toolbox in mij die constant kan zijn. En dan moet ik niet meer zo bepanserd door het leven, want dan moet ik niet meer zoveel vasthouden. Dan moet mijn rugzak niet meer zo groot zijn. Of moet ik niet... Dan moet ik zelfs geen coaching gaan volgen bij andere mensen. Ik moet gewoon luisteren. Mm-hmm. Maar dat vraagt ook een bepaalde moed. Want ja, dan gebeurt het vaak dat je dingen begint opkuisen en loslaten die daar niet meer dienen. Voilà, en dat loslaten vooral inderdaad. Ja. Ja. En dat is het, dat is mijn ervaring ook, dat is inderdaad wat het er moet voor nodig is om afscheid te nemen van, eigenlijk wat je er juist zei, tussen aanhalingstekens, dat comfort of die zekerheden dat je in je leven hebt, of die dat je gelooft dat die er zijn, want het is vooral dat geloof, want er is uiteindelijk geen enkele zekerheid. En op het moment dat je dat begint los te laten, maar langs de andere kant, is mijn ervaring ook, en heb ik je er juist ook al horen vertellen, doordat er niet veel niet meer is waar je aan vasthoudt, heb je ook niks niet meer te verliezen. En dan niet te verliezen van, we gaan hier roekeloze dingen doen, daar gaat het helemaal niet over. Maar als je niet bezig moet zijn met je job te bewaken of te bewaren, hè, dat je schrik moet hebben om je job kwijt te geraken, of financieel dat je rondgeraakt elke maand en al die andere dingen, of dat je moet vasthouden aan een prestatie of een diploma of iets wat dat je in je verleden gedaan hebt, om te definiëren wie dat je bent, dan heb je eigenlijk alleen maar te verliezen. Dus je zit ook weer constant bezig met alles te gaan bewaken en te bewaren. En daar moet je heel veel gedrag voor installeren om dat constant te proberen te doen. En uiteindelijk geloof ik ook niet dat je er succesvol kunt in zijn. Het verandert, denk ik, de kijk op welke acties je zult voeden. Van waar ga ik mijn eigen mee bezighouden als mijn grootste focus is verzamelen van materiaal? Dan ga ik mijn acties die richting geven. Maar als dat niet mijn hoofdfocus is, ik moet er wel een beetje mee bezig zijn. Ik leef in een maatschappij waar ik mijn lening moet afbetalen. En ik heb bepaalde kosten. En soms is de vaatwasmachine kapot. En dus ik moet die dingen kunnen regelen. Ja. En dat is ook een vorm, denk ik, van bewustzijnswerk. Waar dat degenen die vaak te yin zijn gegaan misschien moeilijkheden mee hebben. Is hun leven op orde stellen en zichzelf organiseren, financieel en getting organized. En dat gaat altijd blijven. En dat is ook de mop. Deels is in de stilte vind je, oké, als ik uit de stilte kom, mijn lening gaat altijd afbetaald moeten worden. Ik kan altijd moeten zien dat ik geld verdien met het werk dat ik doe. Ja. Maar dat is maar één aspect. En dat is maar een klein aspect. Maar als dat alles wordt, dan zou ik het leven wel heel deprimerend vinden. Als dat mijn dagelijkse, wekelijkse, decennia lange main focus is, nou, ik zou ook depressief worden. Maar dat is niet hoe ik het aanvoel. Nee. Ik voel andere dingen. Ik ga in de natuur, daarom dat ik ook met mensen in parken ga voor coaching meestal. Daar gaat er een ballast vanaf. Daar is er een disconfirmatie van dat allemaal zo belangrijk is. Je kunt dat niet meepakken. Je moet dat vooral ook niet meepakken. En het is gelijk dat je zegt, en dat is eigenlijk is dat een stuk zelfreflectie of zelfontdekking ook. Wat heb je echt nodig? Want heel veel mensen bepalen of leven naar hun inkomen, maar op die manier gaat je nooit marges overhouden of moeten voor een bepaalde levensstijl, een bepaalde woning en kleren en I don't know, uitgaan of de manier waarop je geld het geeft. Ja, als die niet strookt met wat dat je doet of de financiële inkomens dat je hebt, of je moet er elke maand voor zorgen om dat leven te kunnen leven, dat al dat geld er ligt, ja, dan zit je constant eigenlijk van alles aan het opofferen van je eigen om iets te leven. Ja, wat geeft het dan voor de meeste mensen? Het is gelijk dat je zelf zegt, ja, ik zou er depressief van worden. Ja, ik ook. Ja. Maar ik denk, een goede term ooit vond ik van Ryan Holiday, die boeken over stoïcisme had. Ik heb vroeger zijn blog heel lang gelezen. Is de dresssuit bribe, is de kledingstijl, de auto, het huis, alle ornamenten die passen bij die subcultuur. Als je in die bribe bent ingestapt, dan steekt je vast. Want dan gaat je zelf jarenlang of decennia lang... Want je hebt die lening dan bijvoorbeeld gepakt voor 30 jaar op die dresssuit bribe lifestyle. Dan had je dat in stand moeten houden. Maar wel als jij plots 2 weken gaat mediteren in Maleisië en jij hebt door van... It means nothing. Ja. Ik stop. Ja. Maar die lening staat er en dan maakt het allemaal een beetje moeilijker. Want dan moet je gewoon zien dat je dat kunt verkopen en dan moet je dat... You have to clean all that shit. Ja. Dus er is een bepaalde lichtheid die dat ik zelf wil behouden, die meegaat met niet al te veel investeren in die kleine voordelen, in die bribes, in die lifestyle of deze kleding en deze... Dus die lichte rugzak geeft enorm veel rust. Wat niet wil zeggen dat ik niet praktisch ben. Want ik heb ook geïnvesteerd in bitcoin en al die dingen. Ik doe ook mee met die dingetjes om praktisch bewust te zijn van hoe dat de materiële wereld hier marcheert. Ja. Maar ik ga niet all in. Dat is geen main focus voor u. Nee. Maar het is gelijk dan gezegd, en dat is ook wel een die dat... Het is ook wel nodig, want we leven wel in deze realiteit. En we hebben een dak boven ons hoofd nodig. En als je een woning, en dat mag iedereen voor zichzelf invullen, hoe dat een woning er voor zichzelf uitziet, of wat dat die moet hebben om in essentie gewoon tevreden te zijn en gelukkig te zijn. En voor sommige mensen is dat een tiny house, en voor andere mensen kan dat een kasteel zijn, maar... Wat geeft dat kasteel u? Of wat geeft het u dat je alles moet gaan in staat stellen om in een kasteel te kunnen wonen? En ook weer, dan heb je dat kasteel. En wat dan? Wat dan? Want heel veel mensen zijn altijd met volgende doelstellingen bezig. Met volgende, wat je juist ook zei, shoots en materiële dingen. Maar het geeft u nooit geen voldoening. Je hebt nooit geen voldoening van dat wat dat je extern... eigen maakt, tussen aanhalingstekens, of wat dat je kunt vergaren extern, van materiële dingen, omdat je er is geen gevoel aan verbonden. Welk gevoel heb je daarmee? Wat geeft u dat qua gevoel? Ja, of een kleine dopamine-shot. Maar dan moet het volgende weer al hebben. Dus dan heb je kasteel en dan moet het misschien weer al groter zijn, of dan moet er nog een zwembad komen, of dan moet er, I don't know, allemaal nog komen. En dat is mijn ervaring, dat heel veel mensen constant, inderdaad, gelijk dat je zegt, die dopamine-shots, die kortstondige geluksmomentjes najagen, maar elke keer dat momentje er is, misschien even een beetje verdoving van de pijn die dat het feitelijke leven inhoudt op die manier van die mensen, dat die alles weggeven. Ja, ik geloof dat er een psychologische beweging of achtergrond zit in bepaalde... noden die we voelen, bepaalde cravings die we constant hebben. Er is iemand, Christian Beerland, die heeft een boek geschreven over zo de psychologische achtergrond van hoestingsjes. Van hoe komt het dat je altijd hoesting hebt in koffie? Wat wil dat zeggen? Dus dan is het ding met hoe vaker dat je dat ik in stilte zit, hoe sneller dat ik door heb van hier gaat het hier over. Waardoor dat ik die bevrediging niet per se nodig meer heb. Omdat ik ze in de dagelijkse practices inzie van... Oké, dat gaat eigenlijk daarover. Ik moet eigenlijk... ik heb zin in koffie, omdat ik eigenlijk aan het uitstellen ben dat ik zei dat ik die nieuwsbrief vandaag ging uitsturen. En ik heb dat niet gedaan. En die koffie moet mij dan een bepaald gevoel geven van avontuur. En dat gaat voor mijn schrijven. En dan komt er een heel romantisch idee rond. Maar eigenlijk moet ik gewoon gaan zitten en moet ik even gewoon typen en moet ik het afwerken. Dus als je daardoor kijkt, dan ja, het kan zijn dat bepaalde dingen beginnen wegvallen die lang deel waren van je identiteit of manier van leven. Maar waarbij dat je het onzichtbare daarachter zichtbaar hebt gemaakt. Door even in stilte te zijn van wat is het about? Waarover gaat dit echt? Ja, inderdaad. Mooi. Wat drinkt jij nog koffie? Ja, ik probeer 2 per dag en ik merk bij mezelf, als ik er 3 nodig heb, dan is er iets mis. Dan moet ik eens gaan zien. Dan is het geen rood licht, maar toch al een oranje. Dan moet ik eens beginnen zien. Oké. Ik heb 2 boeken van haar ook. Psychosomatische klachten, dus een boek vol 1000 pagina's, denk ik. En ook als dieren spreken konden. Oké, die heb ik niet. En dat is 1 of 2 jaar geleden, waren wij op reis in Peru. Een shamanistische reis gaan doen ook daar. En iemand dat erbij was, die vertelde erover dat eigenlijk alle contacten en eigenlijk letterlijk alle contacten met dieren, dat die dieren iets komen vertellen. En zeker als dat opmerkelijke dingen zijn, als je tijdens een wandeling echt, zeg maar iets op een ooievaar tegenkomt of dieren die dat je anders niet per se tegenkomt. En dan is het heel intrigerend om eens een keer in je boek te gaan lezen. En voor mij gaat dat ook niet per se over waarheden, maar ook weer het verruimen van dat bewustzijn van dat dier komt hier vandaag op mijn pad. Wat zit erachter de identiteit van dat dier? Want uiteindelijk heeft dat ook gewoon iets te vertellen. Dat is een stukje van de realiteit. Wat kan ik daaruit meenemen? Of wat heeft dat mogelijk te vertellen? En ook gewoon weer in vraag stellen. Wat kunnen we bijleren? En voor mij, daarom heb ik eens terugkoppelen naar dat speelse. Dat speelse is iets wat ik er juist zei, wat ik zelf kwijtgeraakt was, omdat... Ik ben zelf zo serieus, maar ik moest dan ook maar serieus zijn en het leven. Maar mijn speelse nieuwsgierigheid in het leven staan vind ik heel rijk, omdat alsof dat je niet weet, dat je nooit weet wat er komt. Mm-hmm. En dat is ook een dat ik altijd zeg in de sessies dat wij begeleiden, of eigenlijk ook gewoon, ik vind dat een enorm mooie kwaliteit om te mogen ervaren ook, dat je elke dag opnieuw, een van de eerste dingen dat ik doe, is ofwel mediteren, ofwel iets met mijn adem in de dag als ik opsta. En elke keer opnieuw stap ik daarin met, ik heb geen idee waar dat er gaat komen. Mm-hmm. Ik heb geen idee hoe dat gaat voelen. Soms een beetje gestuurd vanuit een noodzaak die dat ik in mijzelf ervaar, dat ik een bepaalde keuze maak. En anders is het gewoon van, oké, we gaan even ontdekken. En dan kan dat, dat is bekend en dingen. Oké, dat zijn gedachten dat terugkomen of een gevoel, of dat is fijn, of die ervaring. En het gebeurt heel vaak dat je verrast wordt. En die verrassing, dat is voor mij een van de mooie dingen van het leven. Dat als je die nieuwsgierigheid hebt, dan word je ook vaak verrast. Mm-hmm. Want als je leeft vanuit verwachtingen, als ik A doe, dan moet B maar het resultaat zijn. Ja, hoe vaak is B dan feitelijk het resultaat? En hoe vaak raakt er dan ook teleurgesteld als B het resultaat niet is? Mm-hmm. Dus voor mij die speelsheid, dat wordt nou eens een vraag. Hoe integreerde jij dat in uw dag, Olivier? Speelsheid. In ieder geval, elke avond vraagt mijn kat om te spelen. Met een touwtje gelijkaardig als die practicebal. Ja. Voor mij gaat het voornamelijk over beginnen inzien wanneer dat ik, als ik bijvoorbeeld, ik zit bijvoorbeeld vast met iets van, ik voel me nou, I'm stuck. Zo die typische manier van denken van, I'm stuck, ik raak niet vooruit. En is dat ik dan een moment pak van, oké, kan ik even terug naar achter stappen en zien wat ben ik hier aan het doen. Mm-hmm. Alsof dat ik bijvoorbeeld met... Ik werk ook met verbeeldingswerk, dus vaak is er achter een psychologische staat die dat we ervaren. Als we daar even mee zitten, dat kan 10 seconden zijn, en kijken naar, oké, ik zit vast. Ik zeg nu tegen mezelf, ik zit vast. Als ik zeg tegen mezelf dat ik vast zit, waar zit ik dan aan vast? Zit ik vast met lijm geplakt aan deze bank? Zit ik vast met iets voor mijn werk? En waar als ik in die ik zit vast, in die zin die dat zoveel gebruikt wordt, als ik daar eens dieper in begin te zien. Mm. En dan vaak komt er een beeld. Ik had bijvoorbeeld iemand die daar vast zat, en we gingen er wat dieper in, en die zat vast in de modder. Okay. Dus die zag zichzelf als, mijn voeten zitten in modder, en ik zie geen andere opties. En toen dat ik dan doorvroeg, zag die zichzelf met een sniper. Met een sniper in de modder, in het beeld van ik zit vast. Mm. Dus dan plots is dat, ik zit vast... Je kunt zeggen, vanuit het spelen met onze taal en het spelen met onze beelden, is plots een 3D-beeld van iemand staat daar, ziet geen nieuwe opties, maar is wel door een snipervizier aan het zien naar voren en is zo doelgericht in haar leven dat ze geen andere opties ziet. Dus dan, het spel dat we dan hebben gespeeld, dat is nu geen voorbeeld van mezelf, maar dat zijn dingen dat ik dan bij mezelf ook kan doen, is kun je die sniper even neerleggen en kun je even zien, waar staat er nu? Ja. En vaak door dat soort intern... psychologische bewegingen al toe te laten bij jezelf. Want je kunt zeggen, dat is toch niet logisch, dat mag niet, dat is niet intellectueel. Je krijgt waanideeën dan over de realiteit. Misschien, maar iedereen heeft die beelden. Iedereen heeft die beelden elke ochtend van zijn dromen. Dus iets in ons onderbewustzijn werkt via het beeld. Mm-hmm. Dus dat is een manier waarop ik zelf vaak tijdens de dag kleine shiftjes creëer, is in de beelden stappen achter de taal die ik gebruik om een persoonlijke staat te beschrijven. En dan te beginnen bewegen in dat beeld of in die metafoor van ik zit ergens aan vast. Ja. Dus dat is één ding. En een ander ding is beweging brengen in mijn dag. Bijvoorbeeld als ik even met een computer werk en ik kijk constant rechtdoor in een vierkante box. Mm-hmm. Als ik daar dan even van wegstap en ik begin te bewegen met die spiralende bewegingen die je mij misschien soms ziet doen, met mijn armen te swingen en ik begin terug rond te zien... Dus ik begin te spelen met mijn lichaamshouding, ik speel met mijn ademhaling, ik speel met veranderen van houdingen. Als ik de hele dag, als ik nu een uur zo heb gezeten en ik verander mijn positie en ik kies om mijn been anders te leggen, dan merk ik, oké, ik ben wakker genoeg om te beslissen dat de houding die mij misschien een stijve heup gaat geven straks, om die een klein beetje te shiften. Dus ik speel met mijn houding, ik speel met mijn taal, ik speel met de beelden, om dagelijks... opkomende kleine stases, inhibities, om die sneller te cleanen. Ja, om die eigenlijk niet tot een een symptoom of een signaal te laten vormen eigenlijk. Ja, of om geen vastgeroest gedrag te creëren. En natuurlijk doe ik dat toch. Natuurlijk zijn er patronen waar ik me totaal nog niet bewust van ben. En dat is mijn nut dat ik zie in het dagdagelijks beoefenen van bepaalde practices, is die vraag, zoals dat jij ook zei, van, of min of meer, van hoe maak je dat wat je niet weet, dat je niet weet van jezelf, dat is wat dat je controleert. Mm-hmm. Hoe kom je dat te weten? Mm. En dat is een zoektocht. En er zijn constant nieuwe antwoorden voor om mee te spelen. En soms werken die antwoorden een tijd en soms dan niet meer. Ja. Maar dat is een beetje de vraag van hoe blijf ik on the move? Mm-hmm. En dat is voor mij het spel. Hoe blijf ik het leven spelen? Mm-hmm. Eerder dan dat ik het leven zie als vanuit de filosofie van struggle. Van hard werken en je moet pushen. En hoe kan ik het op een beetje meer vanuit de finesse, aanpakken? Mm-hmm. Op de flow. Je bent juist al surfen, hè? Dus. Ja. Surfen, flow. Ik heb nog niet zoveel flow gevonden in surfen, maar dat is wel waar ik naartoe wil gaan. Nee, inderdaad. Dus, is er zoiets dat je de mensen die dat aan het luisteren zijn kunt meegeven, al zien iets wat dat... Liefst zelfs iets heel klein, wat dat u al heel veel gegeven heeft. Dat kan een practice zijn, dat kunnen vragen zijn, dat kan een manier van... I don't know. Iets wat je wilt meegeven. Ja, heel simpel. Poets elke dag je tanden op je niet-dominante been met je niet-dominante hand. Mm-hmm. En dan beter nog met je ogen toe. Okay, hoe weten mensen dominante hand en dominante been? Als je... weten, I know, maar... Eigenlijk nee, ik switch tussen mijn twee benen. Ik doe meestal 's ochtends de ene kant en dan 's avonds de andere kant. Okay. Of ik varieer, maar... Ja. Min of meer gebruik je niet-dominante hand, dat is het belangrijkste. Okay. En op één been. Ja. En als je dan beter wordt, met je ogen toe. Mm-hmm. Als ik met kinderen werk, gaan we nog verder. Dan kun je bijvoorbeeld omhoog zien, naar links en naar rechts. Okay. Zie dat je tanden er niet uit ik kan je zeggen dat je geen brok maar dat is één ding dat ik al een paar jaar doe, dat ik heb geleerd van een man van in de 90 op een kamp van Ido Portal ooit, die er kwam spreken. Ja. En die gaf lessen aan gepensioneerden. En dat is een van de... Maar letterlijk ook belangrijk, een van de dingen dat hij zag is... Wat zorgt ervoor als je ouder wordt, dat je levenskwaliteit enorm daalt? Is je valt en je breekt je heup. Dus balans is een meesterskill om levenslang te behouden. Mm-hmm. Maar als je iemand een trainingsprogramma voor balans geeft, niemand gaat dat doen, want dat is veel te saai. Mm-hmm. Maar iedereen poetst zijn tanden, hoop ik. Ja. Dus dat is wel iets dat je kunt... Okay. Hoe belangrijk is het om elektrisch of manueel te poetsen in deze opdracht? Manueel. Ja, daar dacht ik al, elektrisch is dat niet zo'n uitdaging. Kies wat je wilt doen. Ja, voilà. Ik vind het heel mooi om daar nog even een brug aan te slagen, wat je juist vertelde van die oudere man. Ik was afgelopen week bij mijn grootouders op bezoek. Die zijn 88, mijn grootvader wordt 90 deze zomer. Mijn grootmoeder 88 geworden juist. En... die zijn ook heel vaak heel geïnteresseerd in waar we mee bezig zijn en hoe ik in het leven sta. En mijn grootvader zei zelf ook nog van, goh, maar het is zo moeilijk om iets te veranderen, omdat ik al zo lang hetzelfde doe. Mm-hmm. En dat is ook iets waar ik heel hard in geloof. Ik was nadien met mijn vrouw erover bezig, met Christina ook, van wij hebben ons eigen op deze moment in ons leven aangeleerd dat verandering juist goed is. En dat niet dat je geen herhalingen mocht uitvoeren, wat ik er juist zei, vooral voor mezelf, dat met die nieuwsgierigheid ergens instappen, in plaats van een bepaald resultaat te verwachten of een uitkomst te verwachten. Maar dat verandering eigenlijk iets is wat dat ons jong gaat houden ook. Jong van geest, jong van lichaam. En dat alles wat dat we heel repetitief gaan beginnen doen, dat we onze interesse en onze speelsheid daarin gaan verliezen, dat iets heel stijf kan beginnen worden. Mm-hmm. En ook weer, als we dan op fysiologisch niveau gaan zien, oké, hoe hersenen en de aanmaak van neuronen of nieuwe connecties en verbindingen. Maar dat is wat ik tegen hem toen ook zei. Ik zeg, want ik zei het letterlijk, ik vind dat heel interessant dat je dat deelt. Ik zeg, want verandering is helemaal niet moeilijk. Ik zeg, er is eigenlijk helemaal niks moeilijk aan. Zeg, tenzij dat jij je eigen dat vertelt, ik zeg, en dat ook gewoon gelooft. Ik zeg, dus laat vanaf nu verandering misschien eens in de plaats van moeilijk uitdagend zijn. Of zelfs leuk. Hmm. En oefen elke dag in één heel klein ding te veranderen. Of is inderdaad iets te doen, en dan spreken we heel vaak comfortzone. Ik gebruik dat woord niet zo graag niet meer, omdat dat is, ik vind dat, dat is voor mij niet tastbaar. Wat is dat comfortzone? Comfort is voor iedereen helemaal anders en discomfort is ook helemaal anders. En discomfort is niet iets wat ik opzoek. In het begin, als ik met breathwork en met kouden en zo begon ook, en sporten, dan was het oké, discomfort zoeken om van je discomfort je comfort te maken. Mm-hmm. Maar eigenlijk gewoon altijd vanuit die veiligheid van dat lichaam, vanuit dat vertrouwen kunnen functioneren en omgaan met dat wat dat er zich aandient. Dan zijn ze uiteindelijk altijd flexibel en zijn niet gebonden aan een resultaat of aan bepaalde verwachtingen en worden ook niks gewoon. Mm-hmm. En dat is iets waar ik geloof qua mindset ook dat ons dat heel veel kan brengen in het leven, omdat we altijd openstaan voor wat je er juist ook zei, voor dat wat het leven ons geeft. Want het leven wil dat wij het leven. En dat wij daar plezier in ervaren en dat wij er kunnen van genieten. Ik geloof er niet in dat het universum of het bewustzijn de intentie heeft om ons depressief door het leven te laten gaan of door een helft van ons leven chronisch ziek te zijn, bijvoorbeeld. Dus ik geloof er ook heel sterk in dat wij onze eigen realiteit echt kunnen gaan creëren door de manier waarop dat we er naar gaan kijken en in gaan bewegen ook. Ja. Mooi. Mm-hmm. Yes. Top. Naast het tandenpoetsen, wat kunnen mensen nog meegeven? Is er iets dat je nog wilt meegeven? Ik vind persoonlijk dat je... Zeg maar eerst, ja. Nee, wat ik merk, dat waar daar 99,9% van mijn coachingsessies over gaan, is niet tools, maar is wat start voor de tools. En dat is acceptatie. En acceptatie is opnieuw ook, dat is een woord, maar als je daarachter gaat in de werkelijke ervaring, dat is vaak waar we heel goed in zijn geworden in het te negeren of er iets van te maken. Dus voor mij is acceptatie op bijvoorbeeld fysiek niveau van ik merk een spanning in mijn kaak of ik merk dat mijn ademhaling niet volledig stroomt. We willen dat het verandert, dus we willen verandering, we willen transformatie, we willen anders zijn enzovoort. We willen. Daar even voor stoppen. Dus ik had ooit een oefening gegeven in een nieuwsbrief van Beeldewink. Je hebt een lijst van oefeningen, workout A, en dat is oefening 1 tot 10. Mm-hmm. Zet daar is oefening 0 altijd voor en oefening 0 is, oké, ik ben hier. Deze is mijn ervaring van mezelf momenteel. Deze is wat er speelt. This is what's going on. Acceptatie als een practice op zich, zonder iets te willen veranderen, zonder iets te willen maken of doen, voordat je al je bewegingsreeksen of icebaths en al die speciale dingen begint te doen. De start met, oké, dit is hoe dat het nu is. En zonder daar een naam op te plakken, zonder daar iets van te maken, zonder dat te willen shiften. Gewoon dat. Stil zijn met acceptatie, vanuit de acceptatie. En dat merk ik dat soms 10 uur duurt of 20 uur duurt om daar naartoe te gaan. Mm-hmm. Sommige mensen komen af en zijn meteen klaar. Die hebben al beslist, die hebben al een beslissing genomen intern. Maar dat is voor mij het kernobstakel om tot een diepgaande shift te kunnen komen, is oké, dit is nu hoe dat het is. Mm-hmm. Dat niet als statisch ook zien. Dat is ook niet van ik voel iets in mijn borst en mijn ademhalingsstroom. En dat is niet fixed. Dat is op zich een beweging die eigenlijk al wilt. Maar vaak is wat daar in de weg staat, uzelf, of uw idee van zelf, uw beeld, uw verwachtingen, uw zogezegde noodzaken, uw verwaandheid van... Ja, je verwacht iets van het leven en het leven moet dat maar gaan geven. Kom aan, snel, rap. Daar even mee zitten. Mm-hmm. Of staan, of whatever, welke houding, maakt niet uit. En daarin gronden. En dat is op zich al transformatief, werk ik. Dat is wat de grootste verandering brengt. Is niet al die tools, maar is gewoon... Finally, you gave up. Eindelijk geeft je op in wat je huidige staat is, wat er speelt. En dan kunnen we van alles gaan doen. Mm-hmm. Ja. Inderdaad, uw eigen de toestemming geven om gewoon te zijn. Ja, en dat is een diep werk. Dat is, daar zitten heel veel lagen vaak op. Van, ja. Dat geloven we niet, dat mag niet, dat kan niet, dat is niet nuttig. Mm-hmm. Dus, dat begint op de duur te flashen. Ook, ja. Inderdaad, proper maken ook allemaal. Ja, dat is een dat... dat is niet... Ik vind dat wel gemakkelijk, maar je moet daar... Er kruipt oefening in, eigenlijk dat gezegd. En vaak gaat het nieuwe lagen aanboren. Maar gewoon al voor te beginnen, inderdaad, want ik kom daar zelf ook vandaan, van allerlei tools te gebruiken om dingen te veranderen. Maar gelijk dat ik er juist ook vertelde, heb ik zelf ook mogen leren, moeten wij eigenlijk iets veranderen? horen wij resultaten te behalen. Ik denk wat er moet veranderen of kan veranderen, is het vastklampen aan. Mm-hmm. En dat. Mm-hmm. Denk dat, wat ik vaak in sessies met ademhaling gebruik, is het doen wat we doen, is het niet doen, is het uit de weg gaan van het willen controleren. Ja. Dat is de actie, dat is de act die dat wij doen om misschien verandering te faciliteren, is eigenlijk door te beseffen, als ik nu eens gewoon zelf stop, dan kan er van alles komen. Mm-hmm. Maar ik wil niet stoppen, want ik geloof dat ik heb handvaten nodig, tools nodig. Ik moet deel uitmaken van een social club met speciale practices en dan. Mm-hmm. Nee, gewoon in je living, in de stad, ga je zitten en je wacht en je kijkt en je probeert niks. Mm-hmm. En niks proberen, dat is heel moeilijk in deze omgeving. Dat is op zich al een soort van meesterskill, waar ik zelf ook ambitie nog altijd voor heb. Niet dat ik ergens ben of zo. Maar eerder ik laat het los. Ik als idee hoeft niet meer te blijven bestaan. Mm-hmm. En dan, wat ik dan ben, mm-hmm. I have no idea. En dat is waar de zen mensen op uitkomen, is yep. Only don't know, go straight. Ja. Mm-hmm. Maar only don't hold. Dus dat is een beetje mm-hmm. wat mijn ervaring is mee, of waarom dat ik acceptatie een essential vind. Ja, inderdaad. Accepteren wat dat je gedachten zijn, hoe dat je voelt en waarom dat ik de vraag stelde. Ik geloof niet in dat wij iets moeten. En dan zit het echt in het woord. Er is niks dat wij moeten, maar wij mogen wel leven. Wij mogen keuzes maken, wij mogen veranderen, wij mogen ons eigen erkennen en het dan loslaten. Eens dat je het beseft, dan hoe dat wij er met de adem ook altijd mee werken. En voor mij loopt de adem, uiteindelijk we ademen heel een dag door, ook naar het dagelijks leven. En dat is voor mij ook, dat is een fysieke koppeling, maar bewust zijn van de fysieke spanningen. Gelijk dat je er juist zei, die spanningen in die kaken of eender waar. En eigenlijk gewoon op die moment dat je het herkent, het is oké. Het is niet van, oh, maar dat mag er niet zijn. En oh nee, oh, wat is er nu weer? En daar een heel verhaal beginnen. Nee, oké, dat is er. En kan ik dat loslaten? Kan ik die spanning, kan ik die kaak loslaten? Kan ik die handen ontspannen? Kan ik die gedachten loslaten dat er zijn? En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Want dat is waar dat ons zenuwstelsel en ons systeem zo bang voor is. Als we loslaten. Ja, je weet dan. Ja, want dat is ook vaak ook een vorm van comfort. Het niet loslaten. Ook al is dat misschien een dramatiek. Ik ken wel dat drama. Alleszins is dat iets dat ik kan controleren. Is de repetitieve Netflix-serie die in mijn leven afspeelt. Die dramatiek, die ken ik. Mm-hmm. Dus vaak is het veiliger om het drama in stand te houden met het gedrag dat voedt. Ook al is dat niet zo'n leuk leven. Dan daaruit te stappen, want dan zit je opnieuw in het onbekende. Ja. En dat vraagt ook, ondanks dat absurd klinkt als je uitzoekt, dat vraagt ook een bepaalde moed mm-hmm. van opnieuw uit de Netflix te stappen in een richting die misschien meer naar de arthouse movies, gewoon een beetje een totaal andere omgeving is. En dat start met bijvoorbeeld, mijn kaak knarst, of ik knars op mijn tanden 's nachts, en dat duurt 2 jaar. Met de vraag van, wat wil die kaak mij vertellen? Wat willen mijn tanden die knarsen zeggen? Mm-hmm. En als je die vraag stelt, honest, eerlijk, oprecht, dan krijg je antwoorden die dat je misschien 2 jaar hebt kunnen negeren en niet wou zien, mm-hmm. maar die wel na 2 weken plots stopt alles. Mm-hmm. Omdat je iets hebt veranderd. Ja, inderdaad. Wat ik eruit vertelde van die Vision Quest, die shaman, die sprak ook over, we zijn verslaafd aan ons eigen psychologische lijden. Hmm. En daarmee, daar bedoel ik mee, ik spreek niet meer over comfortzone, maar het is we hebben liever de pijn of het ongemak of de spanning waarmee dat we vertrouwd zijn, dan iets anders te doen. En ontspannen is iets anders doen. Erkenning geven is iets anders doen. Mm-hmm. En dat is inderdaad, en ik zeg het ook weer mijn eigen ervaring, ik denk dat voor die van u, ik ben er vrij zeker van ook, je dat ook meermaals ervaren hebt, het is het idee van iets anders te doen. Want wat is dan het resultaat? En dat je gewoon bent. En dat je geen idee hebt. En dat is ontspannen, denk ik, is de spanning daaraf halen om zo te moeten zijn. En voor mij is een kernwoord daar ook in, is gedesinteresseerd worden in mezelf. En ik had ooit een man in die al, denk 50 jaar mediteerde die al. Mm-hmm. Jurgen Ziewe, die heeft ook meerdere boeken geschreven. Mm-hmm. Die zei van, nou, wat ik merk is, mijn oude patronen gaan niet weg, maar ik word er beter in. Dus bijvoorbeeld, hij was met zijn vrouw in zijn keuken en die zei iets tegen hem en hij werd boos. Mm-hmm. En iets in hem zei van, oh kijk, een kleine Jurgen die boos wordt. Kijk hem boos worden, kijk hem zichzelf opspannen. Maar dus iets in hem kon uitzoomen en zien van, hier gaat hem weer in zijn gedrag. En dat gedrag had even een delay om meteen op te geven, om te ontspannen in hem. Dus dat boos worden, dat defensief worden. Maar wat hij door had was van, als ik de spanning, als ik de energie ontneem van mijn boosheid in die moment te voeden, mijn boosheid die automatisch opkomt als een triggerreactie, mm-hmm. dan ontneem ik dat patroon de voeding waarvan het kan leven. Dus I'm fighting the monkeys, niet door te vechten met de monkeys, met mijn persoonlijke monkeys, maar door, wat wil een monkey? De monkey wil spelen, wil in discussie gaan, wil dat je aandacht geeft. Maar als jij de monkey gewoon negeert, it dies out. En dat is voor mij een voorbeeld van te ontspannen. Mm-hmm. Is de gespannen reactie zou zijn van, I keep this up. Van, ik kan hier opnieuw in, ik kan opnieuw zo reageren, want ik moet toch opkomen voor mijzelf. Maar als er dan iets in je groeit dat zegt, ja, maar als ik opkom voor die vorm van mijzelf, of dat idee van mijzelf, dan start opnieuw die Netflix-serie in de keuken. Ja. En daar heb ik al helemaal geen interesse in. En dat is totaal niet de relatie die ik wil met mijn vrouw. Mm-hmm. Dus ik stap eruit. Mm-hmm. Ik voel nog een boosheid in mijn face. En misschien zien ze dat ook wel bij mij. Maar intern is er een beslissing gekomen. Nee, dan die gaan we niet meer voeden. Mm-hmm. Daar gaan we in relaxen. Ja. En dan sterft dat patroon op den duur. Of dan komt dat even op. En dan zinkt dat terug. Maar dat vraagt een enorme interne, geen wilskracht, maar een enorme interne beslissing om het opnieuw niet te doen. Ondanks dat het wilt en ondanks dat dat patroon misschien al 2-3 decennia in u leeft, dan zeg je van nee, geheel onthouding van, van die manier van zijn. De keuze gewoon. Exact, de keuze keert terug. Mm-hmm. Ja, en ook weer, en dat is wat we er juist ook al zeiden, dat je moet je eerst bewust van worden, je moet eerst kunnen accepteren dat het er is. Ja. Want als je daar niet bewust van bent, dan speelt je patroon zich in je onbewuste af en dan herhaal je dat gewoon, dat gedrag, tot in een treuren, zoals ik zelf altijd zeg. En op het moment dat je dat kunt accepteren, oké, ik voel die boosheid en misschien kun je begrijpen waar dat die vandaan komt, welk stuk van u dat inderdaad getriggerd wordt of welk stuk van letterlijk uw kind zijn, klein zijn, dat getriggerd wordt of dat gedrag dat daarop geïnstalleerd geweest is. En ook weer op het moment dat je dat accepteert, eigenlijk is dat al een verandering op zich. Ja, dat is wat ik merk. Ja. Dat is vanaf dat je, want dat is vaak waardoor dat het niet kan veranderen, is omdat je het niet wilt accepteren. Er zit nog een weerstand op om te durven inzien dat die donkerte... Ik had een testimonial gekregen van Thomas van KPNI. Ja, Thomas waar we dat noemde ik een reptile session mee hadden gedaan, een sessie rond agressie. En hij zei toen in die testimonial van... Ik besefte dat er zowel een moordenaar in mij zit als een man vol liefde, zoiets. Dus de paradox in hem. Mm. Maar als je niet durft inzien dat er misschien een enorme boosheid... in u lang heeft gezeten en zich heeft gezet in uw lichaam en vaak herafspeelt in bepaalde situaties die dan niks te maken misschien hebben met de huidige, met de oorspronkelijke situatie, dan blijft dat patroon onbewust controle hebben over u. Maar als je kunt inzien van... Ik ben nu volledig absolute boosheid. Mm-hmm. En ik uit dat vanuit complete defensiviteit in deze situatie. Als ik dat durf zien, dan die viesheid in mij durf accepteren van hier is hem, dan kan die zinken, dan kan die zakken. Maar als ik zeg, nee, ik ben een nobel persoon, ik heb dat niet, ik heb geen boosheid in mij, dan blijft dat bestaan en dan blijft dat controle hebben over hoe dat ik reageer. Niet vanuit keuze opnieuw, dan blijf ik slaaf van dat patroon. Ja. Inderdaad, het onzichtbare zichtbaar maken. Mm-hmm. Yes. Ja, en daarmee dat ik het zeg, die acceptatie, dat is eigenlijk al een grote gedragsverandering op zich. En heel veel mensen geven mij dat ook terug van, ja, maar ik vind het zo lastig, want ik neem het waar, maar ik ben nog niet in staat om het te veranderen. Maar, en dan zeg je dat ook van, het feit dat je het al waarneemt, is al een verandering op zich. Mm-hmm. Dus dan is het gewoon aan je eigen om te blijven oefenen en elke keer er bewust aan te worden. En het moment dat je totaal een ander gedrag gaat vertonen, is dan eigenlijk al... Dat is al een verder gevorderd stadium van je gedragsverandering. Mm-hmm. Eigenlijk dat je dan zegt, en dan gaat een nieuw patroon creëren. En dan gaat dat oude sterven, want je gaat dat niet meer voeden. Dat wil nog aandacht trekken. Dat gaat vaak nog een eerste reactie zijn, een trigger of een energie die dat opkomt. En dan maak je gewoon de keuze van... Hey, ik voel u, je mag er zijn, je bent welkom. Maar dat is het ook. Ik ga voor de rest niks doen. Ik ga niet luisteren naar u, ik ga u geen uiting geven, ik ga u niet voeden. Want ik kies ervoor om op een andere manier hiermee om te gaan. Mm-hmm. En dan sterft dat gewoon inderdaad. Ja, en dat is voor mij die stilte. Want er komt een stilte moment tussen dat wat dat opkomt en dat wat uiteindelijk je gedrag wordt. Mm-hmm. Daar kun je op de duur een inhibitie tussen bouwen. Mm-hmm. Waarin dat je kunt kiezen van, deze wil nu automatisch instinctief bewegen. Even checken, ik ga even in mijn interne board doen, maar is dat hoe dat we het nu gaan doen? En dat is misschien 2 seconden. Mm-hmm. Nee, we gaan dat zo doen. Mm-hmm. Maar dat patroon duwt wel, want hij heeft zoiets van, ja, maar zeg, je hebt mij 20 jaar herhaald. Allee, je moet toch consistent zijn met jezelf. Ja. En dat is opnieuw iets dat, waar ik van hou in dit soort practices, is je hoeft niet consistent te zijn. Mm-hmm. Je hoeft niet consistent te zijn met jezelf gisteren, of zelfs een uur geleden. Als er iets binnenkomt waardoor je ziet van, nee, dat gaan we niet meer doen, dan mocht je dat opnieuw beginnen voeden als een verse start, op eender welk moment... Mm-hmm. in je leven of in je dag. Mm-hmm. Maar dan moet je inderdaad wel eerst accepteren dat dat is, of inzien dat dat is hoe dat je het tot nu toe hebt gedaan. En daar zit er vaak de frictie op. Mm-hmm. Mensen willen dat niet. Mensen, ik denk vaak, hoe dat we dat kunnen zien, is ook wat dat we oordelen in iemand anders. Dat is vaak wat dat er in ons eigen gezien wilt worden. Voilà. Dus dat is vaak een inweg. Ja. Maar dan nog, ja, dat is niet plezant, hè. Je moet dat niet weten van je eigen. Nee, voilà. En misschien om daarmee af te sluiten, inderdaad, het gelijk dat je juist zegt, dat is ook elk oordeel dat je velt over een ander, is eigenlijk een oordeel over je eigen. Want alles wat je in een ander goed vindt, dat is, it takes one to know, en dus iets wat je in iemand anders bewondert of goed vindt, wil zeggen dat dat kwaliteiten zijn, of mogelijkheden dat je misschien zelf ook hebt, maar tegenovergestelde, als je dingen afkeurt die andere mensen, dat je er juist zei over Thomas ook, die iedereen... Ik weet niet of dat iedereen is, maar dat maakt ook niet uit. Maar als je die moordenaar en die liefdevolle persoon in nu hebt, ja, dan is het ook belangrijk dat die moordenaar die erkenning krijgt. Want dat is gewoon ook wie dat jij bent. En als jij dan een andere moordenaar in nieuws misschien helemaal gaat afmaken met de grond, dan vertelt dat vrij veel over u eigenlijk. Dat je eigenlijk inderdaad die erkenning niet aan je eigen kunt geven. En dan ga je in je externe wereld zeggen... Maar kijk eens hoe dat een dier dat doet. En dat is zo fout en dat is zo verkeerd. En je zit eigenlijk je eigen aan het veroordelen op die moment. Mm-hmm. Maar ook weer dat is ene dat mensen... Dat proberen wij heel veel mee te geven. Alles extern is gewoon een projectie van uw interne wereld. En als jij geen last hebt van de moordenaar in u... Om deze verhaal nu verder te trekken... Dan ga jij geen moordenaars veroordelen, ook niet. Dan wil dat niet zeggen dat dat oké is wat dat die doen, of dat je dat moet accepteren, of dat dat normaal is, of dat is nog een heel ander ethisch verhaal. Maar dan kun je er wel gewoon oké mee zijn. Met dat iemand anders vermoord heeft. Ja, of dat... Ik heb de oorlog in mezelf gezien, ik heb de moordenaar in mezelf gezien, ik heb de criticus in mezelf gezien, ik heb al dat wat ik veroordeel in mezelf gezien. Dus bij wie start het werk dan? Voilà. Ja. Mooi. Tom. Ik stel de laatste vraag. Is er nog iets dat je wilt vertellen, wilt meedelen, wilt samenvatten van ons gesprek nu? Ja, kom eens spelen. We kunnen er veel over vertellen, maar yes. Het is ja, vanuit de ervaring. Waar kunnen de mensen mee komen spelen, Olivier? Je kunt mij vinden via mijn naam OlivierGoetgeluck.com, op Instagram @goetgeluk. En degenen die dieper willen gaan, die starten vaak met mijn nieuwsbrief te volgen. Daar deel ik elke week iets uitgebreider dan wat ik in kleine captions kan doen. Ja. Daar heb ik iets meer vrijheid. Mm-hmm. Dus dat is de beste manier, denk ik. Top. Voilà. Keigoed. Dankjewel voor jullie aanwezig zijn. Merci voor die open babbel. Ik ben zeker dat de mensen er iets van hebben. Merci, Tom.